Aan de oostelijke handelskade worden grote gebouwen neergezet die als een trein achter elkaar staan. De oude pakhuizen aan de ijzijde zijn bewaard gebleven. De nieuwe gebouwen staan ertussen en aan de kant van het spoor. Het is zo dat er al 30 jaar plannen zijn gemaakt voor de oostelijke handelskade. En het plan wat nu wordt gebouwd is gemaakt in 1995. En dat was een tijd waarin wel bekend werd dat er heel dicht gebouwd moest worden. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen dit gebied en de rest van het Oostelijk Havengebied. Je moet dit gebied zien als een stukje ijoevers. Er waren heel veel belastende randvoorwaarden, maar het lastigste was om zo dicht te bouwen. En dat is eigenlijk een dichtheid die we niet kennen in Nederland. En wat we gedaan hebben in 1995 was het onszelf nog moeilijker maken door te zeggen dat we de pakhuizen graag willen laten staan. Waardoor zeg maar, de druk op het gebied nog groter werd. En eigenlijk is het zo dat een historische foto een belangrijke inspiratiebron is geweest bij het maken van het plan. Waar we lange rijen treinen zagen staan in het gebied. Lange kades met overslagsituaties en mooie pakhuizen. En die pakhuizen vinden we belangrijk om te handhaven omdat het de jaringen van het gebied zijn. En het concept zit eigenlijk zo in elkaar dat aan de IJhaven er een lange trein van pakhuizen is ontstaan. Waarbij oud en nieuw zeg maar, op elkaar moet lijken. En er aan de wegkant, aan de zonkant, grote gebouwen zijn gekomen die allemaal verschillend zijn. En de architecten die de verschillende deelgebieden hebben uitgewerkt, die hebben dat vertaald in een soort gebouwen wat je zou kunnen zien als een gebouw met een huid. Maar een huid waarin gaten zitten van ramen. En ze hebben bijna ook allemaal gekozen om zeg maar, de buitenruimtes, wat wij bijvoorbeeld kennen als balkons, om die als inpandige loggia's en serres te maken. Zodat, zoals architecten dat noemen, er een volumetrische architectuur ontstaat. Vrij ja, robuust beeld levert het uiteindelijk op. Het leuke vind ik zelf dat het ook een heel gedifferentieerd beeld is geworden. Het zijn heel veel verschillende stijlen zeg maar, toch binnen die grote robuuste stijl ontstaan. Gibraltar, het grote gele gebouw, staat in het middengedeelte van de oostelijke handelskade. In dit gebouw zijn alleen maar sociale huurwoningen geplaatst. De opgave hier is woningbouw. We moesten een bepaald aantal woningen maken. Maar dat is eigenlijk ondergeschikt aan het belang van de plek. Want het, is, ja, het was het havengebied van Amsterdam. Hier stonden vroeger loodsen met prachtige namen. Afrika, Nieuw-Argentinië, Brazilië. Hier liepen mensen te dromen van dat ze zeeman wilden worden of matroos. Het was een heel bijzonder stuk van de stad. En dat wordt nu in een heel snel tempo veranderd tot een woongebied. Er wordt echt door de stad opgenomen. En het is dan tegelijkertijd heel aardig om iets van die geschiedenis toch te bewaren. Daarom is het heel goed dat op deze plek zoveel mogelijk oude gebouwen gespaard zijn. En de nieuwe gebouwen moeten een verhouding aangaan met die oude gebouwen. En dat vind ik hier zo ontzettend mooi gelukt. En dat is dus helemaal de verdienste van de stedenbouwkundigen die bedacht hebben dat de gebouwen hier heel dicht op elkaar staan. En dat de gebouwen ook zo groot zijn. Want ze hebben natuurlijk voor Amsterdamse begrippen nou, een behoorlijk stevige schaal, zoals we dat noemen. Ze zijn behoorlijk hoog. Ja, en dat is voor ons als architecten een heel bijzonder uitgangspunt. Wij vonden het belangrijkste dat je niet van de buitenkant kan zien dat dit de sociale huur is. Het is voor een stad heel belangrijk dat je niet kan zien dat daar de sociale huur zit en daar de dure woningen en daar de middeldure appartementen en daar de woningen voor mensen met grote gezinnen. Een stad moet geïntegreerd zijn, alles door elkaar heen, goedkoop en duur en als het even kan ook wonen en werken. En dat moet zich eigenlijk in de architectuur ook niet allemaal tonen wat erin zit. Ik vind het heel vervelend als je ziet aan een gebouw, aan de buitenkant kan zien dat daar een slaapkamer zit en daar een woonkamer zit en daar een toilet zit. We hebben geprobeerd een gebouw te maken. We hebben voor Gibraltar hebben wij in overleg met de gemeente en met het stadsdeel een nieuwe methode van woningtoewijzing geïntroduceerd als experiment. En wat we daar gedaan hebben is dat we hebben geprobeerd toe te wijzen op basis van woonstijlen. En wat is daar naar de achtergrond van? Gibraltar heeft een heel specifiek woonmilieu. Het is eigenlijk een heel geconcentreerd woongebouw, 10 lagen hoog, 6 woningen per verdieping met een lift. Op een plek die ongelooflijk stedelijk is, vlak langs de spoorlijn, vlak langs doorgaande wegen,
vlak aan het IJ, kantoor en andere woningen eromheen. Heel weinig buitenruimte, bijvoorbeeld voor kinderen om te spelen. Dus we hebben gezegd, dat is een heel specifiek woonmilieu wat je daar aan het maken bent. En eigenlijk wil je daar dan ook mensen laten wonen die graag in dat woonmilieu zouden willen wonen. En die zeg maar, een woonstijl hebben die daarop aansluit. En dat hebben we gedaan door middel van een internetsite waar mensen op konden inloggen. En waar je dan aan de hand van een test met allerlei vragen en foto's kon selecteren van op wat voor woonstijl komt u nou uit. En de woonstijl waar we hier naar op zoek waren, dat heette in het jargon de rode woonstijl. Namelijk een heel stedelijk gebied. Dan ben je dus op zoek naar mensen die graag in een dynamische omgeving met veel, waar veel gebeurt zouden willen wonen. Die georiënteerd zijn op de stad. Die niet zozeer in hun eigen tuintje willen zitten bij wijze van spreken. Of met de buren voor de deur met elkaar willen praten. Maar juist mensen die zo'n dynamische stedelijke omgeving erg waarderen. Omdat ze zich daar denken thuis te voelen. Nou, dat noemden wij de rode woonstijl. En de mensen die het meest daaraan voldaan. Daar hebben we er 500 van uitgenodigd om naar deze flats te komen kijken en aan te geven of ze geïnteresseerd waren om hier een woning te huren. En omdat je ook de diepte van En we voldeden natuurlijk aan de rode norm, zeg maar. Ja, de enquête waarin iedereen zijn wereld werd bepaald. En wij hadden een rode wereld. Dus wij waren. Wij wilden wel in zo'n land wonen. Goed, want dat is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste geweest binnen dit project. Dat je bouwt voor mensen die uiteindelijk daarvoor kiezen. Ja. Want vaak is het toch bij woningbouw, zo sociale woningbouw, dat de mensen, die moeten erin. En dan is er geen band tussen gebouw en bewoners. Nee, je kunt haast niet voorstellen dat hier ook mensen gaan wonen die natuurlijk kinderen hebben, in zandbakken willen rond. Dat is zoals het vroeger wel gegaan. Ja, maar dat lijkt mij. Kijk, hier, je merkt ook in de lift, elke dag als je in de lift staat, de mensen die er wonen zijn heel verschillend. En ze zijn allemaal, buiten de klachten die ze natuurlijk hebben, altijd over een pand. Allemaal wel enthousiast over het feit dat ze dit allemaal hebben. Ja, of ze twee hoog wonen of drie hoog. En dit is natuurlijk wat dat betreft. Elke ochtend, ik ben een ochtendmens, kom ik hier uit de deur. Je ziet dan dicht en doe ik hem open. En dan denk ik, wauw. De ene keer is het helemaal dicht, wit, mist. En de andere keer is het dit. Of de zon, de ondergang van de zon is hier prachtig. En ja, je ziet de hele stad. Het leuke is dat je normaal in Amsterdam ziet dat je een woning, ook een nieuwbouwwoning, ongeveer 6 keer moet aanbieden voordat iemand zegt van nou, deze woning wil ik hebben. En hier hadden we minder dan 2 aanbiedingen nodig. Dat wil zeggen, de mensen die we op die manier gevraagd hadden om te reageren op deze woningen, die bleken ook heel erg bereid te zijn om zeg maar hun woonduur te gebruiken om deze woning van ons te gaan huren. Dus dat geeft al aan dat je hiermee een soort selectiemechanisme hebt waarmee je een groep, als het ware, naar die woningen toe haalt die ook echt geïnteresseerd zijn om hier te gaan wonen en die daar heel positief voor gemotiveerd zijn. Nou, het is heel interessant dat corporaties in Amsterdam, maar ook in andere steden, overgaan op toewijzen op basis van leefstijlen. Omdat ik denk dat het oude toewijzingssysteem op een bepaalde manier heel selectief is en erg lastig werkt. Dus ik denk dat het op zich een goed idee is dat corporaties daarmee beginnen. Maar ik denk dat dit gewoon de verkeerde plek daarvoor is. Deze plek heeft het allemaal al. Deze plek heeft gewoon al die leefstijl met hoger opgeleide, creativiteit. Dat is hier al ruimschoots aanwezig. En het is juist een interessant instrument. Om te kijken, van kan je niet in Slotermeer bijvoorbeeld een keer zo'n een nieuw blok met een interessante architectuur daar neer te zetten. Dat zou veel interessanter zijn. En op deze plek vind ik het eigenlijk, je begint dan aan een nieuw experiment. En dan neem je deze plek, ik vind het eigenlijk een beetje laf. Want het is eigenlijk, je scoort hier wel. Je krijgt het zo vol. En maar die mensen die wonen hier al. Jullie zijn hier gekomen op woonwensen, woonstijlen. Wat merk je eraan dat er anders is dan dat je op een andere manier zou huren? Ja, ik denk dat als het alleen zou gaan om inschrijvingsduur, dat je toch op een andere manier een gevarieerder publiek hebt dan op het ogenblik. We hebben altijd de grap gemaakt dat het te maken had met de enquête, omdat je daar toch wel zeg maar goed Nederlands moest kennen, goed moest begrijpen wat er staat en wat men verwachtte, om antwoorden te geven dat je hier uiteindelijk terechtkomt. Het betekent aan de andere kant wel, en dat merk je ook als je met bewoners praat,
dat iedereen het gevoel heeft dat je met allemaal hele aparte mensen hier zit, die allemaal enorm blij zijn dat ze hier zitten, die ook hier eigenlijk wel op een zekere manier bewust voor gekozen hebben. En dat straalt wel een beetje af op het pand en op de mensen. Dus iedereen is altijd erg opgewonden. En nog steeds, in het begin was het heel erg, maar mensen vinden het prachtig hier. Nou, we hebben natuurlijk afgesproken dat dit experiment met toewijzen op basis van woonstijlen, dat geëvalueerd gaat worden. En dat we ook met de gemeente in de discussie aangaan van is dit nou een interessante mogelijkheid om te gaan toewijzen. We willen af van dat sorteermachine effect. We willen graag dat er in de stad gedifferentieerde buurten ontstaan. En daar moet de toewijzing moet daar ook aan meehelpen. En we willen ook af van het systeemgedrag waardoor mensen met een lage woonduur eigenlijk helemaal niet in de bak komen. Mensen met een hoge woonduur doorlopend woningen weigeren omdat ze denken ja volgend jaar heb ik nog meer woonduur dus dan kan ik nog meer kiezen. En er zijn een aantal systemen die ook interessant zijn. Je kan ook een deel van de woning gewoon door middel van loting verhuren. Dan is het gewoon iedereen heeft evenveel kans, dat is ook heel eerlijk. We hebben wel eens het gevoel dat het gebruik van verschillende systemen naast elkaar ook dat systeemgedrag er een beetje uithaalt en dat het ook betekent dat mensen met een kortere woonduur ook wat meer kansen krijgen om in Amsterdam aan een woning te komen. Het interessante van Amsterdam is dat het dus altijd een gemengde bevolkingssamenstelling heeft gehad. Dat hoort ook een beetje bij een stad. Tegelijkertijd heeft een stad altijd bepaalde gebieden waarin het zich meer mengt en minder. Dus je ziet bijvoorbeeld in de pijp dat je juist heel veel van die jonge hoogopgeleide ziet. En je ziet aan de andere kant van het universum zie je bijvoorbeeld in deze buurt waar veel meer allochtonen wonen. Maar je ziet dan ook bijvoorbeeld in het midden, in de Oosterparkbuurt, nou, daar is ongeveer 50-50. Nou, ik denk dat dat heel goed is voor een stad, omdat je daarmee voortdurend elkaar tegenkomt. Daardoor heb je een wat beter beeld van hoe mensen eigenlijk leven. En het is niet zo dat mensen maar bij elkaar over de koffie hoeven te komen en vreselijk maar met elkaar vrienden moeten worden. Maar dat je elkaar af en toe even ziet in de tram. Hè? Of dat je gewoon door je straat loopt en je ziet mensen die gewoon een andere leefstijl hebben. Hè? Want daar hebben we het over. Ik denk dat dat een groot goed is in de stad. Ik denk dat het toewijzen van woningen op basis van leefstijl dat mogelijk kan maken. En het zou juist wel interessant zijn als je wat meer spreiding over de stad hebt.